De organisatie Social Army, die vooral jongeren wil helpen aan een stuk grond, heeft 100 perceelaanvragen ingediend bij het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. Janelva Koningverander, hoofdadministratie van de stichting, zegt dat het veel inzet van de 18 man sterke groep heeft gekost. De selectie, de werving is vooraf gebeurd. De link was open, mensen hebben geregistreerd en daarna hebben we onze voorwerk gedaan. We zijn nu bezig met de voorbereiding, dat wil zeggen de overeenkomsten, alle papierwerk klaarleggen. Voor wanneer de mensen nou eindelijk moeten aanmelden, dat wij transparant genoeg informatie aan ze kunnen geven. Voor nu zitten we op 8.500 jongeren die geregistreerd hebben en die in aanmerking kunnen komen afhankelijk van wat wij binnenkrijgen. Aldus Koningverander, de voorzitter van de organisatie Mitchell Matroos, zegt dat minister Dinota Forswijk van Grondbeleid en Bosbeheer bereidwillig is en dat hij hoopvol gestemd is dat zaken in orde komen. De leden van Social Army hadden vandaag een bijeenkomst in het gebouw van de Mets aan de Nassilaan. Nou, sinds we die registraties hebben afgesloten, krijgen we dagelijks telefoontjes. Er zijn jongeren die aangeven dat ze niet wisten dat de organisatie hiermee bezig was. Dus ze aarzelen om nog te registreren. Maar we hebben afspraken dat we voorlopig de lijnen niet opengooien. Omdat we praten nu over een massa van 8.500 jongeren. Als we alvast iets beginnen in te lopen, dan kunnen we alsnog zeggen van kijk, we gooien de registraties weer open. Maar voor nu kunnen mensen zich niet meer laten registreren, omdat de registraties dan zoveel duizenden gaat zijn en daar hebben we nog niets voor die mensen. Dus het moment we zien van we beginnen alvast een achterstand in te lopen, dan kunnen we zeggen van ja, we gooien de registraties weer open. Matroos zegt dat mensen de organisatie nog steeds contacten om zich op te geven, ondanks de registratie reeds is gestopt. Social Army hoopt dat de eerste groep jongeren hun beschikking gauw in handen krijgt. Daarna wil de organisatie een tweede groep helpen.